Moeten we starten nu? Ja, start maar. Oh, oké, okay, dit is heel spannend. Oké. Okay. Zeg hallo, welkom bij een nieuwe video. Hallo. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een speciale gast. Hallo allemaal. Nee. Honey is ze. Nou, Hon, stel je voor. Nou, wie ben jij? Nou, mijn naam is Honey en ik ben een vriendin van Meer. Ja, klopt. Oh. En wij gaan vandaag... dit wordt echt een heel rare kookvideo. Wij gaan vandaag koken voor jullie. En wij gaan vandaag kipsaté maken met kroephoek en rijst. En rijst en groenten. En groenten. Dus we gaan even uitleggen wat jullie vandaag precies nodig hebben voor het recept. En dan gaan we eigenlijk aan de slag. Honey snapte het concept niet echt van deze video, dus die is toen eigenlijk in de keuken meteen aan de slag geweest en heeft haar kip al gesneden en zo. We hebben dus kip. Kip? Ja. Kip is gewassen. Heel belangrijk. Heel schoon. We hebben bouillon, rundvleesbouillon. En dan kruiden. We hebben ook nog de satéstokjes in water. Waarom in water? Om te laten wellen, want anders blijft het... Als je gaat grillen, dan blijft je vlees plakken aan je stokje. Oh, oké. Okay. Heel belangrijk. Goeie tip. En qua kruiden heb je nodig gember, ketumbar. Ketumbar, zout, peper. Komijnzaad en knoflook, peper. En ja, peper en zout. Zonnebloemolie, natuurazijn. Hier sperzieboontjes. Ketchup natuurlijk. En ze hebben ook per se deze. Is er echt verschil in smaak? Ja, wel. Ik heb altijd andere. Echt? Ja. Oké. Okay. Paprika, satésaus en dit is hoe? Een pien. En dat is? Wat jij lekker vindt, wat ik altijd bak. Een soort van kroephoek? Ja. Oh, dat is echt lekker. Ik ga eens kip snijden. Verder met mijn kip snijden. Zij gaat nu verder kip snijden. Wat moet ik doen? Wat jij kan doen is rijst koken alvast. Ja, zal ik alvast rijst koken? Ja. Hoe maak jij normaal gesproken de rijst? Want moet hij zeg maar zo plakkerig zijn of maakt het niet uit? Nee, maakt niet zoveel uit. Ik mag het ook zo korrelig maken? Ja, zoals jij het gewend bent. Gewoon, want ik bak het eerst en daarna kook ik het. Is dat goed? Ja, is goed. Oké, okay, super. Ik ga rijst koken, jongens. Ik ga nu alles kruiden. Ja. Zout en peper. De rijst staat nou te koken, dus we zijn nu de kip even aan het marineren. Zo, de potjes die werken helemaal niet goed, hè? Zo, best heel veel. Geef me. Goed zo? Ja, genoeg. Oké. Okay. En dan doen we ook nog zout meer. Zout. Oké, okay, ik moet even kijken, want ik doe best wel veel zout altijd erin. Ja, maar als je ja, waren van gekruid, hè? Ja. Oké. Okay. Goed zo? Genoeg. Oké. Okay. Next. Dan doen we een beetje gember. Maar jij bent nog niet zo dol op gember. Nee, maar met saté en zo kan ik het wel eten. Je hoort gewoon net zo op achtergrond de neus snuiten. Excuses jongens, dat is gewoon een realiteit. Misschien moet je de deur dicht doen. Misschien moet je de deur dicht doen. Dat is altijd zo bij video's. Maar. Dat je net zo op achtergrond hoort snuiten. Altijd. En dit was dus, die katoenbar zo. Ja, gemalen koriander. Oh, dat is koriander. Koriander. Zo, ik ben heel erg benieuwd of ik het lekker ga vinden, jongens. Want je houdt niet van koriander, hè? Nee, en ook niet van gember in mijn eten. Nee, weet ik. Maar misschien deze combinatie. Maar dat komt omdat ik met de ketchup. Ja. Ja, want ketchup is weer heel zoet, toch? Zoet, ja. Dus ketchup gaat sowieso overheersen. Dit is eigenlijk hoe. Hon altijd haar kipsaté maakt, hè? Ja, hoe ik het thuis maak. Want ik heb aan haar gevraagd van, ja, ik wil eigenlijk een kookvideo met jou opnemen, maar dan wel echt iets zeg maar wat je heel goed kan maken. Ja, goed. Nee, maar jij wil eigenlijk andere dingen maken, maar we dachten van, op beeld is het misschien wel handig om zoiets te maken. Iets simpels. Iets simpels, en daar kunnen jullie het ook gewoon iets simpels namaken. Ja. Dus vandaar dat we hiervoor hebben gekozen. Het is niet per se haar specialiteit, want ze kan echt heel veel lekkere dingen maken. De bami. Ja. En die houden van mijn bami. Ja, bami is echt lekker. En Hon kan ook echt heel erg lekker Hollands eten maken. Ik heb echt alles van haar geleerd. Gehaktballetjes, biefstuk bakken. Ik heb jouw biefstuk leren bakken. Ja, biefstuk heb ik jou leren bakken. Tataar, groene asperges. Ja, ja. En aardappelschotel. Ja. En... echt allemaal die Hollandse dingen die ik eigenlijk nooit had. Ik heb echt stamppot. Ja, lekker man. Aan duivenstamppot heb ik jou. Een klein beetje olie, dat het niet blijft plakken.
Ja, we eten eigenlijk best wel van alles. Nederlands, Turks eten. Veel Turks, hè? Ja. Heel veel Turks eten. En wij houden allebei best wel veel van vlees. En dat heb ik ook voor jou. Ik ben een vleeseter. Zij is echt een vleeseter. Echt gewoon biefstuk, gewoon grote stukken vlees. Daar houdt ze echt van. Even kijken. Ja. Ik zag ook nog citroen. Oh, citroen met een kipsaté. Klein beetje. Klein beetje erin. Gewoon voor de frisse smaak. Het is gewoon een beetje de smaakvariatie eigenlijk. Oké. En het wordt dan ook niet donker. Oh, met citroen. Dan blijft het ook zo mooi lichtbruin. En doe je dan ook sambal erin? Nee, niet hierin. Oh, dus pas later dan? Pas later. Oké. Dus moet je even ruiken, mee? Oh, het ruikt wel lekker. Lekker gekruid. Ja, snap je? Ja. Dus je kan net zo gek maken als dat je wil met je kruiden hoor. Maar we hebben al veel zout gedaan. Dus. Ja. Nou, dit laat op kamertemperatuur gaan staan. Oké. Okay. We gaan nu dus de kroepel bakken. Ik heb twee varianten. Ja, de garnalen. Ja. Kroepelpoedang heet dat, garnaal. En waar haal je ze? Bij de toko, allebei bij de toko. Allebei bij de toko. Ja. En dit is... Maar waar is dit van gemaakt? Van nootjes, toch? Van nootjes. Oh, wauw. Het ziet er echt vet uit. Zorgen dat het niet gelijk zwart wordt of donkerbruin wordt, hè? Dan moet je op tijd eruit halen. Oh ja, het gaat heel snel. Heel snel. Oh, dit is zo vet. Maar het gaat heel snel. Ondertussen is de rijst al bijna klaar. De eerste kroephoek is klaar. We gaan starten met de tweede. Oké. Ja? Maar dat ziet er heel anders uit. Deze worden niet zoveel groter. Nee, deze blijft hetzelfde formaat aan. Ja. Oh, toch wel een beetje. Maar wel anders. Anders. En bij deze is het hoe bruiner, hoe bitter het wordt, weet je? Ja. Dus je moet hier ook echt op tijd eruit halen. Yes. En dan gaan we zout eroverheen strooien. Lekker zout eroverheen. Oké, inmiddels is de kroephoek dus klaar. Kip staat hier nog steeds. We hebben hier komkommer, die ga ik zo even wassen. En dan ga ik allemaal een stukje snijden. Want we gaan zure komkommers maken, hè? Ja, zoetzuur. Zoetzure komkommers. Ja. Wat heb je daarvoor nodig? Azijn. Ja. En is die paprika er ook voor? Ja, en suiker. Azijn, suiker, paprika, komkommer. En that's it. Meer niet. Oké, okay. Ik ga de komkommer nu even wassen. Hoeveel suikerkantjes doe je erin? Ja, het is niet zoveel en er zit er nog maar lekker vlier in. Oké, gaan we kijken. Is zo goed? Ja, moet je het goed willen. Ja. Oké. Okay. Je doet ook best wel weinig azijn in, hè? Ja, niet zoveel. Nee, dat is... Heel klein snijden, heel fijn, hè? Ook gewoon hoe je het wil, maar ook groot. Oh, echt? Hoe je het wil. En nu in de koelkast bewaren of blijf je gewoon buiten? Nee, ik laat het gewoon buiten. We gaan toch zo eten. Net zien hoe we zo beginnen met eten. Ja. Lang stop. Ja. En dan rijg je. Oké. Okay. En ik heb een beetje dik gesneden, want ik hou niet van dunne kleine stukjes saté. Dat is echt heel glibberig. Hoeveel doe je eraan? Drie gewoon. Drie, ja. Waarom ziet het er bij mij zo lelijk uit? Omdat jij niet rijdt zoals ik rijd. Verschil moet er zijn. Oké, okay, ik zou even kijken. Stuk. Nee, ik weet al wat ik moet doen. Ik moet hem meer in de lengte pakken. Ja. Ja, ja. Ik snap het. Waarom krijg je elke keer die kleine stukjes? Omdat jij pakt het zelf. Niemand laat jou dat pakken. Ik zei in de auto tegen Hol. Ja, in de video moet je wel jezelf voorstellen. Zegt ze, maar wat moet ik dan zeggen? Ik zeg, ja, gewoon jezelf voorstellen. Ja, nee, dan moet je wel zeggen wat ik moet zeggen. Ja, je kent jezelf toch als de best, of niet? Als de best. Als de best. Als de biggest. Oh, ik doe het al langer, hè, rijden. Jij doet het voor het eerst. Deden jullie het zeg maar zo vroeger ook in de familie, zo met de keuken, in de keuken allemaal
vrouwen dat jullie zo saté zaten te lijken. Ja. Echt? Ja, ja. Ook als er verjaardagen zijn. Echt? Ja, 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 ja. Oh, dat is vet gezellig. Ja, maar ook met bruiloften en begrafenissen. Wij, oh, echt? Wij zijn niet van een broodje. En familie komt overal vandaan, uit heel Nederland. Dus wij moeten ze eten geven. Het is echt een feeder, jongens. Zij is echt een feeder. Nee, ik ben echt een feeder. Elke keer als ik bij haar heen ga, moet ik minimaal 5 dingen eten voordat ze tevreden is. Ik vraag altijd, wil je wat drinken, wil je wat eten? En na een uur zeg ik, nee, je hebt nog steeds niks gegeten, heb je nu al honger? Ja. Zij vraagt gewoon 4 keer in een uur van, wil je anders geen M&M's? Wil je geen chips? Meer, heb je geen zin in cola? Dan stel ik allemaal dingen voor, ook al heb ik geen honger, denk ik van, oh ja, ja, doe maar. Maar ik hou nu rekening met jouw dieet, hè? Ja. Ik vraag niet meer, wil je cola? En, voordat ik dus met mijn keto-dieet was begonnen, zei ik tegen Ron, ik vind bij jou het ergste als ik op dieet ben. Als ik hier ben, dan moet je me echt helpen en dan moet je me niks meer aanbieden. Ja, dat doe ik ook. Ja, en nu vraagt ze niks meer. Het enige was gevraagd, wil je koffie of thee? Meer koffie of thee? Ja. Ron gaat nu dus paprika snijden, want we gaan zo de sperziebontjes bakken. En daar komt ook paprika in. Heel simpel. Heel simpel. Ja. Met olie. Gewoon heel simpel. Dit is ook heel snel klaar, want de boontjes zijn ook gewoon heel fijn en klein gesneden. Normaal horen er dus wel uitjes in en knoflook, maar die hebben we even niet. Ik heb trouwens wel knoflookpoeder. Gaat het wat doen? En weet je wat ik ook heb? Gepureerde knoflook. Kijk, we hebben hier dus gepureerde knoflook. Doen we er even snel tussen. Zo. Lekker. Dus een bouillonblokje nu eroverheen. Het is een runderbouillon, hè? Ja. Lekker, man. Hier komt de paprika erbij. Ik heb de grillpan nu gepakt. Want de saté komt dus zo hierop. Moet ik hier ook nog olie op doen of zo? Ik heb toch al olie in de fles gedaan? Oh ja. We hebben dit keer voor deze satésaus gekozen. Maar Hon maakt het eigenlijk nooit zo. Ze heeft altijd zo'n zakje van de toko. Maar dit moet je echt letterlijk in de magnetron doen. Dus het is niks boeiend. Yes. De grillpan is warm. Nu komen de satéstokjes erop. Nou, die is zeker voor mij. Zag je die mijne? Ik zag het. Zo. Oké, jongens, dit is de grillpan. Kijk één keer hoe goed de kip zat hier al uitziet. Niet normaal. En het ruikt zo lekker. De jongens hebben helemaal honger. Ja, dan moet ik niet praten. De groente is al klaar. We zijn de borden een beetje aan het opmaken. Onze tafel is klaar. We hebben kroephoek, we hebben gebakken groenten, we hebben komkommetjes, we hebben rijst. En dit is onze kip. Dit ziet er toch zo lekker uit. Dit komt, oh nee, dit is gebakken uitjes. En we moeten dat saté nog uit de magnetron pakken. We gaan voor Nessie nu opscheppen. Eerste bord is voor Nessie. Oh, dat ziet er echt goed uit. Ja? Ja. Oké. Nessie, jouw bord komt eraan, jongen. Oh, wat die. Ze heeft al gehongerd. Oh, nee. Lekker bezig, Wannie. Dit zijn ze. Ik weet alleen niet of dat de satte is of dat je smaakjes is. Doe maar een klein beetje. Boeit, ik heb heel lang niet gegeten. Alles is mijn smaak. Ik doe een klein beetje. Nee, iets meer. Satte is vind ik. Nee, ik vind het lekker. Ik vind het lekker, geloof ik. Oké. Okay. Ja, toch lekker, man. Oh, ja. En dan de... Lekker, man, honey. Oh. Alsjeblieft. Nou, de jongens hebben honger. We zijn al begonnen met het eten. Dit was onze kopje. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar een kopje te kijken met Hon. En Hon, bedankt voor mijn hulp vandaag. Graag gedaan. Het ziet er echt goed uit. Wij gaan allemaal eten. Doei! Tot de volgende keer. Mag ik niet? Ja.